Oh nee, mijn torch. De regels zijn vandaag simpel. Als je lacht, ben je af. En omdat ik ziek ben geweest, ga ik mentaal of lichamelijk niet mishandelen. Dus ik kwam eigenlijk wel met een leuk idee. Elke keer als ik lach, moet ik 5 euro in een potje gooien aan het einde van de video. Dan zien we dan hoeveel geld we hebben. En dat geld moet ik dan geven aan een goed doel. Ik zet mijn spaarpotje al op 5 euro, dus we beginnen al met 5 euro. Zijn jullie er klaar voor? Heb je er zin in? Dan is het nu tijd voor Verboden te Lachen. Welkom bij Verboden te Lachen, deel 300. De regels zijn vandaag simpel. Als je lacht, ben je af. En als ik lach, moet ik 5 euro doneren aan een goed doel. Doe je mee? Geef dan nu meteen een like. Ik heb voor deze video wel een kopje koffie erbij gehaald. We zitten namelijk weer in mijn Discord, in het vakje Try Not To Laugh. Join trouwens mijn Discord, check het in de beschrijving beneden. Ik ben er denk ik wel klaar voor. Abonneer als jij er ook klaar voor bent. Expectum Patronum. Fine, Harry Potter. Ik ben een grote Harry Potter fan. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat die malle Harry Potter vandaag weer mee gaat maken hoor. Expecto Patronum. Deze was stom. Deze kwam weer van een onverwachte hoek. Van een verdomde onverwachte hoek. Ik sta hier niet achter. Maar oké. Oké, ik moest een beetje grinnen om deze video. Ronald Spaarpotje staat nu op 10 euro. Expecto Patronum. En deze keer Timo. Die verdomde Timo. Voor de mensen die Timo niet kennen, voor Ronald heette dit kanaal het Gamepedaal. Hij was een van de eigenaren. Maar toen was hij in één keer verdwenen. Hij was verdwenen. Ik heb overal gezocht. Ik zocht Timo. Ik zocht hem. Maar ik kon Timo niet vinden. Hij heeft zo te zien een video gestuurd. Hij leeft. Hij leeft. Want je kunt met al wat maken. Baby, je hakt een boom om en je hebt een doel. Dit is zo stom. Wanneer besterft de Besesso gaat in Minecraft meme? Loopt uit de hand en ik vind het niet meer leuk. Nou, Timo, met je rare PF trouwens. Voel je je nu trots? Voel je je nu trots, knul? Door jou staat er nu 15 euro in een Ronald spaarpotje. Je hebt toch al wat goeds gedaan hoor, Timo. We zijn zo te zien beland in bij de top 2000. Oh! Oh my god! Ik moest zelf niet lachen, ik hoefde niet te grinniken. Dit was behoorlijk pijnlijk. Dat was niet een lach vanwege de video, hè? Die telt niet. Nee, die telt niet. Hé, schatje, we zijn op de televisie. Arme vrouw. Dit is zo ongelooflijk pijnlijk. Ja? Zouden deze twee een relatie hebben? Omdat zij het zo erg ontwijkt. Die man is echt super zeker. Hij denkt zo van, vanavond ga ik met mijn schatteltje naar de top 2000. Oh, en als ik op televisie kom, oh, dan krijg ze een kusje. En dan word je zo erg gedenied. Hoe rot is dat? Geen rare dingen als je live bent. Vote van Ronald Fledder 2019. Dus wel een slokje van mijn kop koffiewater. Wind, I'm Amsterdam, some fall, funny video, veel. Wat een ongelooflijk lange titel. Dit is uitzien een jaar geleden geüpload. En dat was die extreme storm. En toen kwamen zonder grappen de beste video's ooit uit. Ik weet, je mag niet lachen als mensen vallen. Je mag daar niet om lachen. Maar dit is een uitzondering. En daar vallen ze al. Er kwamen zulke leuke video's die dag. Mijn spaarpotje staat nu zo te zien op 20 euro. Denk ik. Ik ben het nu al vergeten. We zijn zo te zien beland bij de volgende meme. De video heet ook wel Bart Simpson. Oh nee. Nee, nee. Oh nee, mijn... Oh god, wat gaat gebeuren, jongens? Niet doen, Bart! Baby, je hakt een boom om en je hebt een doel. Kijk uit, Besef zo gaat in Minecraft vernietigt alles zo te zien. Ik hoefde niet te lachen. Het was een hele grappige video. Ik hield mijn lach in. Jullie voelen je zeker nu heel trots, hè, dat jullie zulke dingen hebben gemaakt. Jullie zijn echt hilarisch. Ik ga mijn Discord gewoon verwijderen. Als ik nog een paar van die video's krijg, hè, dan verwijder ik mijn Discord. Oh god. Niet de Noot Noot Pingwing. Word ik gedemonetized als je dit logotje in beeld ziet? Pingu heet het toch? Even kijken. Het is Pingu de Pingwing.
Oké, dames en heren, oké. Ronald spaarpotje staat nu op 25 euro. Die verdomde pingwing ook. Thomas heeft zo te zien ook een video gemaakt. Thomas is een hele goede vriend van mij. Hij zal nooit rare dingen doen. Is dit niet Lilo en Stitch? Volgens mij wel. Mama? Ik denk dat ze mama roept. Ik hoor dan één nootje van prinses zo. Ik ben er klaar. Alle mensen die mij nu belachelijk maken, kom vechten met mij. Ik ben klaar ermee. Alle dat prinses zo gaat in Minecraft gepest. Ik raak er een beetje verdrietig van. Oh god. Baby, je hakt een boom om en je hebt een doel. Kijk uit wat je doet en alles verbrut je de... Okay, is wel leuk. Ik moest lachen. Hoe durf je, Thomas? Kom vechten met mij. Maak je af, Thomas. Ik maak je af. Dat er nu 30 euro in Ronald's spaarpotje zit. Maar ik denk dat ik gewoon geen vrienden meer met je wil zijn. Oh jongens, we krijgen een Wii Sport meme-pie. Hij is wel leuk. Spinning Cat. Deze video is zo te zien geüpload 1 juni 2018. Het probleem is, kattenvideo's raken mij altijd. Die raken mij meestal volop in de field. Dit is een kat in een nutshell. Ik weet echt meestal nooit wat er door hun hoofd heen gaat. Dat ze zulke dingetjes doen. Ik hou van katten. Dry up, Dursley, you great prune. Denk dat je het zo uitspreekt. Prune. Oh, ik had het best wel goed. Ik deed het wel zo goed. Mijn Engels is echt heel goed. Dit is volgens mij weer een Harry Potter meme, of niet? I demand that you leave at once. You are breaking and entering. Dry up, Dursley, you great... Dit zag niet aankomen. Creatief, hè, jongens. Creatief. Ik hou toch van Harry Potter memes. Dry up, Dursley, you... Maar dat betekent wel weer, Ronald, dat je weer 5 euro in het potje moet gooien. Ronald's spaarpotje staat nu op 35 euro. Freddie Mercury rides a rollercoaster. Ook wel Freddy, dat was de zanger van Queen. Helaas is je overleden. Rust zacht. Maar hij gaat zo te zien in een achtbaan. Deze video is zo goud. Deze is zo leuk. Wist je nog dat deze serie heet Verboden te lachen? Nou, jullie hebben goede filmpjes gestuurd hoor. Ik moest best wel vaak lachen. Hij is leuk. Applausje daarvoor. Applausje daarvoor. Dit was een leuke video. Ronald's spaarpotje staat nu op 40 euro. Hoe voelt het om op kauwgom te kauwen? Ik ben benieuwd. How it feels to chew gum. Deze was wel leuk. Deze was wel leuk. Vroeger was dit altijd te zien op Nickelodeon, maar ik weet niet meer hoe het heet. Staat dat niet ergens in de comments? Volgens mij heet het Brown and Purple. Brown and Purple. Ja, zo heet het! En dit was echt een fantastische serie. Maar dames en heren, applausje, applausje. Dankjewel, dankjewel. Ik hoefde gewoon alweer niet te lachen. Grote mislukking. Want je kunt met alles wat maken. Oh. Baby, je hakt een boom om en je hebt een doel. Kijk uit wat je doet, want anders verprut je de... Gaat me nooit met rust laten. Sesso gaat in Minecraft, komt over 100 jaar. Over 100 jaar in alle geschiedenisboeken van slechtste Minecraft parodie ooit. Abonneer alvast op mijn kanaal, hè. Abonneer alvast op mijn kanaal. Binnenkort Sesso gaat in Minecraft 2. Kobbelclub, het begin van iets moois. Dit kanaal heeft al 4 jaar lang niet geüpload. Gooi in de reactie even het lettertje F uit respect. En uit respect gooi ik 10 euro bij Ronald spaarpotje. Allemaal voor Kobbelclub. Het idee was leuk. Baby, je hakt een boom om en je hebt een doel. Kijk uit wat je doet. Nou, hebben we weer met z'n allen gelachen? Hahaha! Oh shit, ik lachte. Laat ik van Ronald's spaarpotje nu 60 euro maken. Het goede doel die ik vandaag ga steunen is ook wel Kika Kinderkankervrij. Het is ook wel een goede doel waar ze opkomen voor kinderen met kanker. We klikken hier gewoon op doneren.
We typen hierin 60. We gaan nabetalen. En het is betaald. Hier is nog een lichtelijke bewijs. Ik zeg mensen bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk ben ik zo snel mogelijk weer fit. Maar ik wilde vandaag gewoon eventjes lachen. En jullie hebben me daarmee geholpen. Join mijn Discord trouwens. Check het in de beschrijving beneden. Heb je deze video nog niet gezien? Zeker weten kijken. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. En op het duimpje omhoog te klikken. Ik zeg mensen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En doei!